Hey, van harte welkom bij mij, Helene van Herleven. Deze video wil ik je graag een ademoefening meegeven die je eigenlijk overal en nergens kunt doen om meer rust te krijgen. Nou, en nu ben ik hier heerlijk in de natuur en ik moet zeggen, dat maakt het heel makkelijk om rust en die ontspanning te voelen natuurlijk. Maar je kunt deze oefening ook in een omgeving doen waar het niet zo rustgevend is als hier. En waar die eigenlijk om gaat is dat jij weet om te ontspannen, je uitademing, die gaat altijd over jouw ontspanning. Inademen is inspanning, uitademen is ontspanning. En wanneer je nou iets langer uitademt en daar rust in brengt, zeg maar, dus je neemt meer tijd voor het uitademen dan voor het inademen, dan stimuleer je, dat heet je parasympathicus, en dat is het zenuwstelsel wat jou tot rust brengt. Wat maakt dat jij gaat herstellen. Dus je parasympathicus aanspreken doe je bijvoorbeeld door een ademtechniek als dit. Bijvoorbeeld 4 tellen in. 2, 3, 4 in. En dan zo 2, 3, 4, 5, 6, 7 tellen uit. En dan heb je dus bij elkaar zo tussen de 10 en 12 tellen. En dat is heel fijn om te ontspannen. En echt, als je dat een paar keer doet, als je een hartslagmeter hebt en je doet het bijvoorbeeld 3-4 keer, dan merk je gewoon dat je hartslag naar beneden gaat. En als je hartslag naar beneden gaat, is gewoon een bewijs dat je meer ontspannen bent. Dus makkelijk meetbaar, echt overal nergens te doen. Je kan hem op de toilet doen, je kan hem in de natuur doen, je kunt hem in de trein doen, je kunt hem staand en zittend doen. En doe het gewoon heel rustig. Dus rustig 4 tellen in. En dan tel of 7 uit. Vind je 4 tellen te lang, dan doe je 3 tellen in. En dan doe je 5-6 tellen uit. Je kunt er namelijk mee spelen. Ik promoot graag dat ademtechnieken niet een soort vaste dingen zijn. Maar dat je ermee kan spelen. Want ieder lijf is op ieder moment ook weer anders. Maar 4 in, 7 uit is over het algemeen heerlijk om tot rust te komen. Ik wens jou een geweldige dag toe. En heel veel rust, ontspanning. Zodat je ook in de actie kunt, hè. Meer ontspanning, des te meer energie. Dus super fijne dag en tot de volgende keer. En als je het leuk vindt, klik dan op like en abonneer. Dat vind ik ook leuk. Doeg!